Dat zou ik moeten kloppen. Holy shit. Ja, ijs! Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met jou, Jeffy? In Kurt. Oké, goed. Hey, hallo. Je kan dus muziek maken, dat is dit. Je hebt de accordeon, volgens mij heet dat zo. En daar kan je dus alle muziekjes van maken, zoals deze. Yeah. En als Max daarmee speelt, dan heb je echt een lekker beentje. En je hebt dus ook nog deze. Yes. Dan kan je dus samen echt een orkestje maken als het ware. Even rondleiding op de boot, hier heb je het stuur. Nou, hier moet je of course mee sturen. Hier een kompasje, zodat je weet waar je heen gaat. Hiermee kan je de zijde doen. Ga ik ook wel even demonstreren. Ziet. En dan gooi je hem beneden. En je kan hem weer omhoog doen. Wow, dat duurt wat langer. Wauw, vet hè? Vet cool. En hiermee kan je dus de zeilen draaien. Om eventueel wind mee of wind tegen juist te krijgen. Hier hebben we twee kanonnen. Daar kunnen we mee schieten. Zijn ze al geladen? Ken dat? Lood. Oh. Oh ja, we zitten nog zeilerpistool. Nee, ja, we een exempel hebben. Wat? No. Let's not do this. Oké. Nee, dat is een beetje... Oké. Goed, dan hebben we hier de map, de grote landkaart. Hier zie je allemaal eilandjes waar wij dus de schatten kunnen gaan vinden. En dan hier beneden de gevangenis. Als ik Max zat ben, dan stop ik gewoon in de hok. Dan heb ik geen last meer van hem. Hier hebben we nog wooden plankies en cannonballs. Zo, het lekt een beetje zie onder op. Dat klopt, ja. Ja, dat is een buggy. En hier kan je dus de voice doen. Dat ga ik weer. You know, Oké, throw your sword. Yes! The ill gotten loot of marooning mo. Wow. Yes, precies, dat is hem. Oké, hier hebben we dus het anker. Yes. Ik hoor echt. Alsof je een robot bent of zo. Ja, Discord. Stop it, Max. Discord. Stop lagging. It's Discord. Oh, is het weer? Is het weer zover? Yes. Oh, zet hem weer op de Europese servers dan. Oh boy. Is het done? Yes! Nou, oké. Zo, we kunnen weer verder. In ieder geval. Je ziet dat het nu de zon ondergaat. We hadden een prachtige mooie dag. En nu gaat het helaas het zonnetje onder. Maar voor ons begint het avontuur nu pas. Want het is de Voyage. En ik ga die nu even bijpakken. Kijk. Het is dus een schatkaart, als het ware, van een eiland. En je ziet er twee kruisjes op. Die twee kruisjes staan voor schatten. Dus daar liggen twee schatten verstopt. Max, wat we doen? Yes. Ik hou deze map zo. Ja? Yes. En dan ga jij door de hele map scrollen en dan zeg ik als je hem hebt. Oké, kijk hier. Wacht, ik laat hem even zien. Wacht, Max, kijk eens naar me. Komt ie, hè? Kijk maar even. Oh, het is een maanvormig eiland. Oké, dat eiland kennen. Laat hem ook eens aan mij zien, dan kunnen de kijkers het ook zien hoe het eruit ziet. Kijk, hij kan echt de map aan mij laten zien, Max. Kijk. ja, hij ziet er goed uit. Weet je wat, Max? Ik kan hem niet zo goed zien. Nu wel. Ah, ja, dan zie ik het mooi. Ja, oké. Ja, oké, dan gaan we dus naar op zoek. Ik hou de map er even bij, hè. Die. Zo, ja, maanvormig eilandje inderdaad. Deze was er wel dichtbij. Ja, daar, het is letterlijk naast ons. Hey. Crescent Isle. Of Crescent Isle. Ja, Crescent Isle. Dus wij moeten richting Northwest. Northwest. Dat is waar we heen moeten. Alrighty. Nou goed, laten we het anker eens eventjes omhoog gooien. Yeah! Hoppakee. Tompie. Zo, en dan de zijde naar beneden. Jeet! Yes! En dan gaan we dus richting Northwest. Oh, daar zitten we al bijna, joh. Daar zitten we al bijna. Close, man. Ja, dat is echt heel erg close. Zo, het is wel een stukje donkerder, jongen, met zijn studiolamp. Normaal ik zie ook echt wel een geestje. Ja, normaal zie ik echt vet goed wat ik allemaal doe, met, zelfs in de nacht. Maar nu ik dus zo'n studiolamp aan heb om dit op te nemen, dit is namelijk de eerste keer dat wij dit opnemen, zien we echt geen shit gewoon. Holy damn, nu hebben we die lamp wel echt nodig, man. Ja, ik heb hem in mijn handen nu gewoon ook even. Ja, legit. I can't see. Golden Sands Outpost. Wow. Daar gaan we nu vandaan, hè. Max, it's time for some music. Oh. Dat zien we weer niks. Ja. La. Het blijft fantastisch dat je muziek kan maken. Best thing ever. West. The West, Captain. Oh, alright. The West. Kapitein. Yeet. Ja. Zie je dat eiland recht voor ons? Dat is het namelijk. Oh, ja, dat is shit. Nu, recht vooruit. Recht zo, die gaat, kapitein! Recht zo, die gaat! Bakbord! Of is het stuurbord? Bakbord is dat links, moet je echt leren, man. Nee, bakbord is links en stuurbord is rechts, volgens mij. Echt? Ja, dat is wat ik best. Maar dat makes no sense.
Why not? Is dat gewoon iets wat je moet leren of zo? Ja, dat is. Ja, waar, liggen de bakken altijd links? Is dat het? Nee, maar. Bakboord! Oh, dat is links! Oh, ja, oh, ja. Ik heb geen idee. Stuurboord, bakboord. Maar volgens mij was het links bakboord, rechts stuurboord. Ik weet het niet. Goed, we gaan hier voor richting West. We zijn er bijna. Dit is Max. Schipper. Piraat van mij. Schaf uit. Jar. Sta paraat om de zeilen omhoog te gooien. Jar. Fiddle-dee-dee. Alright. Let's do this, man. Even kijken. Waar is de kade? Ah, we gooien hem wel gewoon tussen, right? Je kan hem er tussen, zeg maar. Wat een prachtige maan, zeg. Je kan hem hier tussen gooien. Dag. Wow. Ja, ga ik doen. Gewoon maar die pieren. Zijn hier al een keer geweest? Ja, hè? Ja, ja, ja. Je zou die mooie screenshots gemaakt hebben. Ah. 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 No. Oh, ja, 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 jawel. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Goed. Ja, sure. Yes. Dan. Yes. Yes! Kijk, we maken gewoon even een mooi rondootje zo. Hoppakee. En dan mag het anker er bijna op, hoor. Bijna, hoor. Bijna? Hey. Oké. Okay. Wauw. Je mag hem er nu opgooien. Iets. En dan stuur ik snel weer terug. Yes. En kijk eens eventjes hoe mooi wij dan hier liggen. Nou, dat verdient wel muziek. Dat verdient dat muziek. Met je muziek. Geen muziek? Oké, okay, goed. Wij zitten nu bij het inhammetje, Max. Yes. Dus, oh, weet je wat een goed herkenningspunt is? No. You see that little steigertje daar? Yes. Als we daar nou eens opklimmen, dan weten we gewoon... Wij weten hoe deze shit werkt. Alleen voor de kijkers, dat zij dan ook een beetje begrijpen wat we aan het doen zijn, is dit misschien wel. Kijk, als we de map erbij pakken... Dan zie je hier dus het stukje steiger. En die zie je ook rechtsboven op de map. Yes. Dus, dat zou betekenen als wij deze strandrand aflopen. Roy, zo. Roy. Ja? Yeah. Take a look. Yes. Oh ja, nice. Jij bent op de goede kant of zo. Yeah. Wacht, weet je wat ik doe, Max? Ik loop gewoon zo en dan loop je achter me. Loop je achter me gewoon. Yeah, kijk zo. There we go. Lopen. Die sprint van lopen zo. Yeet. Max, jij guide me. Stop. Oké, let me see. Het is tegen de rand van deze rots. Deze rots, dus... Hier. Als het goed is... Ja, vloek. Yes! Hey, de kist! En zo vind je dus een kist. Jeet. Dit is toch redelijk makkelijk, kan ik jullie vertellen. Want je hebt dus ook, zeg maar, wat ik al zei, raadsels. Echte raadsels, die je dan echt moet oplossen. Jeet. En dat is echt nog 10 keer moeilijker, kan ik jullie vertellen. Goed, Max, ga jij die terugbrengen? Yes! Zal ik dan een beetje verder zoeken of zal ik wachten op jou? Nee, ja, joh, maar dan ga ik ook wel zoeken. Oké. Okay. Dan zou ik als het goed is, als ik dan... Oh shit, een Skeletony. Ja jongens, dit is ook lachen. We hebben ook Skeletonies macaronis. En die moet je gewoon... Jeet! Jeet! Dan gaan ze gewoon dood. Jeet! Ja. Wacht mij, ik ben er nu toch. Oh, nog eentje! Ja! Jeet! Wat een. Ah. Oh, oké, okay, even de map erbij. Herkenningspunt! We zouden dus deze kant op moeten, Max. Deze kant. Oh, ik dacht, we gaan het herkenningspunt pakken. Herkenningspunt! Het zou. Hier moet zijn. Hier. Praktisch gezien. Hier. Wait. Hier. Hey, you piece of shit. Hier. Where? I don't know where you're at, man. Is it hier? Huh? Hier dan. Zie mijn lamp. Nee, daar is het toch niet, of wel? Jawel. Echt, joh? Oh ja, ik ben nog first to fair, inderdaad. You got them right about that. Hey, het wordt weer dag. Somewhere nice. About right here down, like... Yeah. Alright, dik is. Oh, no. Oh, no. No. Wrong guess. Huh? No. Wrong guess. What? Ja, zie je, je bent wel aan het shitten. Ik dacht het al. Hier dan. Het is... Yes! Dit is met dit ding. Oh, yes! Maar, je ziet het water... Dit water zie je op de map. Oh man, deze is wel goed, of niet? Nee joh. Oh, ik dacht dat het wat groter zat. Oh man. Niet. Oh, dit is een Mora, nee, jawel. Op zich. Ja hè. Maar dit is niet dit vrouw, is de ene onder de captain is dit. Oh, Max. Look at the weather. Oh, dit. Maar goed, laat even duidelijk zijn. Dat wij in een online multiplayer wereld zitten. En het dus zomaar kan zijn. Dat er zometeen een huge ass schip, die nog groter is dan die van ons. Dat hij ons komt chargen, yes. Een klein schip. Met kanonnen en dat het echt helemaal dikke chaos wordt.
Dus daarom is het zaak dat als je een aantal kisten hebt, dat je dan lekker naar je outpost gaat. Nou, de outpost was waar wij net begonnen. Daar kan je namelijk kisten verkopen. Gaan we een riddle nu doen, toch? Maar nu gaan we natuurlijk eerst gewoon nog verder. Maar als wij deze voyage helemaal gecomplete hebben, dan kan je het beste dus eventjes... Waar is die andere kist, Max? Waar heb je die gekocht? Achter de ding gelegd. Wat? Behind the ring. Daar ja, oké. Alright, en nu zijn we aan het draaien. Huh? I don't know. Stond hij er niet op? Goed, Mermaid's Hideaway. Ah, die ken ik, die ken ik, die ken ik. Moet hem alleen wel weer even zoeken. What? Mermaid's Hideaway. Mermaid's Hideaway, Mermaid's. Het anker stond er nog wel op, maar we zijn er wel gewoon. Sure. Hey, ik found it, found it. Have you found it? Moet, ja, je moet richting South, letterlijk. Oké. Okay. Gewoon letterlijk South. Helemaal South. Zo South als het maar kan. Maar goed, hoe weet ik dat nou dat we daarheen moeten? Kijk, let op. Dit is dus een riddle. Dit is dus het raadsel waar ik het over had. Ik krijg zo'n kaart. En er staat dus on Mermaid's Hideaway. Nou, dat is dus de naam van het eiland. Yes. Follow the signs, a risk of death for all that shines. A riddle, yes. En we gaan het nu zeggen. Yes, alright. Dat is een soort van pirate laugh of zo. Dat probeer ik een beetje na te doen. Het ging niet helemaal goed. Shut up. Oh, nice, some music. Ja, it's time for some sad music, want we gaan het eiland verlaten. Nee, het prachtige eiland, hoe heet het ook alweer? I don't fucking know, but I had great time there. Twee schatten gevonden. It was nice. Nu komt de bass inzetten, jongen. Oh, dan ga ik mensen weer even harder zetten. Dan kan ik echt genieten. Dan trilt mensen het van mijn kop af. Is het volkslied? Het piratenvolkslied is Sea of Thieves. Hey Max! Je solo. Oh. Oh, man. No. Oh, come on. Come on. Oh. Yes! Enjoy pas op het goede moment. Alright. When it's time. It's fine. Bijna. Komt ie. Almost there. Yeah! Is het een klein eiland? Nee, volgens mij niet. Ik ga voor je checken. Nee, oh, we moeten er omheen. Ja, we moeten er inderdaad snel omheen. Ja, je kan rechts of links. Van links dan. Logisch trouwens. Even kijken, maar. Ben helemaal bij Fudder, hartstikke flansie. Hansie, dit is een kanon, hè? Hansie, flans. Cannot load sailor pistol. Oh, ik snap het. Je moet dat ding in je handen hebben. Pak hem. Kijk, we pakken kanonballetjes. Ow. Dan gaan we hierheen. Doen we load. Alleen zie je nu niet zoveel, omdat Sea Dogs Rest wil eerst even cool doen. Zo van, ik ben hier ook. Wow. Maar ik ben echt super klein. Er staan wel skeletonisch op. Oh, trouwens. Wat ik dan even gedaan. Ik zie een bottle liggen. Hier op het eiland. Oh, ik zie het, ja. Zo, hier jongen, en dood. Kapot. Goodbye bottle. Ja, laat die bottle maar goodbye gewoon stinken. It's fine, you know, it's fine. Ik ga trouwens even de kleine streamen, dan kan ik dat ook even van mijn kijkers laten zien. Doe de zeilen goed! Nee, is de zeilen goed! Oh, wat doen dan? Gewoon dat zijn we naar links aan, volle vaart. Volle vaart, oké. I want full speed. Look. I want the full speed. Kijk, hoppakee. Wat zei, dan klim ik eventjes in het kleine nest hoor, want daar heb je echt een super mooi uitzicht. En we hebben nog muziek ook. Ik support de muziek. Yes! Eens even kijken. Kijk, als ik hier nou mijn verrekijker pak, dan kan ik dus over de hele zee kijken, joh. Holy shit. Even kijken of we allemaal scheten zijn. Benaderen! Tingelingeling! Alright. Oh. Land in zicht! Benaderen! Land in zicht! Land in zicht! Oh jeez! Schaf uit, kom naar beneden! Ik kom eraan! Ik kom eraan! Ahoy! Jeet! Ik doe de zeilen wel, ga jij me sturen, ja? Alright, kijk, dit is die we moeten hebben. Oh. Zo, we gaan hard gek. I know. Wauw. Oké. Okay. We gaan hard, okay. Bart. We gaan hard, Bart, inderdaad. Ik en Mick Dick, foute boeboe. Oké. Okay. Hey. Yes. Oké, okay. Ik heb ze helemaal ingedaan. Yes. Anker erop. Nou, rustig. Kijk. Kijk, hoe vredig. Ah, dit is zo nice. Deze game, jongens, echt. So laat ik zo zeggen, ik heb sinds tijden zo'n vredige game gespeeld. Tenzij je wordt aangevallen. Maar hey, voor de rest, dan is het inderdaad echt by far niet vredig. Ja, maar dit is zo nice, die graphics. Rhino. What? I want to shoot you away. Oh, je wil met de cannon schieten. En dan shoot yourself. Yes, doe maar. Op jou. Vang me. Yes. Alright, kom maar.
Iets meer naar links. Even jou rechts. Jou rechts. Iets meer naar rechts. Nog één. Hurry up. Skeletonies. Ik, wacht, ik pak hem. Let op. Jeet! Hey! Shoot them down, Bop. Boy! Bop. Shoot them down, boy! Bop. Oh, hier zo. En nog. Wow. Oh, oh, dit gaat niet goed. Ja, jeet! Dit is een riddle. Ja, oké, okay, laten we eens even lezen, Max. Kom maar. Oh, weet je wat? Okay. Laat hem maar zien. Ik ga wel okay, lees hem maar voor me. Oké. Even op dit knopje klikken, dan kan ik het goed zien. Find the scarecrow at the South Abandoned Homesteads. This riddle bewitches. Alright. Six paces north by northeast. Will your shovel strike box of riches? Goed, we moeten dus een scarecrow vinden in het zuiden. En een scarecrow, voor de mensen die het weten, is een vogelverschrikker. Yes. Dus we moeten een vogelverschrikker vinden in het zuiden. Max, dat is deze kant. Kom. Hallo. Oh. Deze kant. Sorry. Oh. Wat kan stop? Zegt u? Kijk, ja, we gaan nu, ja, richt jezelf. Let's go. Okay, let's go. Let's go that way. Yes. We moeten dus zoeken naar een vogelverschrikker, Max. Ik denk dat we hier rechts zo moeten. Dit is een vogelverschrikker. Right? Is it? No, dit is meer een grave. Okay, no! Wacht, let's test it out, alright? Okay. Kan geen kwaad. Let's see. Okay. North by northeast, zes stappen. Okay, dus dat is... Nou, oké. Okay. Even kijken. North by northeast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shit! Oh man! Alright, het is geen scarecrow. Dit is geen vogelverschrikker. Dit is een scarecrow, moet ik. Max, ik heb hem gevonden! Oh! It's you! Alright, let's continue. Let's continue the search, man. Where is oh, dit is hem. Dit is hem. This must be it. Ja, dit is een scarecrow. This must be it. Dit is een scarecrow. Dit maakt vogels bang. Oké, okay, wait a second. North by northeast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 1. Yeet! Yes! Yes! Alright, de chest is dan weliswaar niet zo heel goed, maar dit is dus, beste kijkers, dit is dus een riddle. En deze vind ik dus ook veel leuker dan, zeg maar, een schatkaart. Want daar kan je gewoon letterlijk zoeken naar de plek. Is ook super vet. Maar riddles, daar moet je echt yes. nog net even een stukje verder denken. En je, dit is nog een kleine riddle, hè. Je hebt ook riddles waar je soms wel vier stappen moet oplossen of zo. En dat pas heb je de kist. Ik ga zoeken naar een bol. Dus dat is insane. Ja, ga je zoeken naar een bol. Een bol. Wat? Doet u dat maar, ja? Oké? Okay? Okay. U kent doorgaan, doet u dat maar. Ik ga deze kist even terugbrengen naar de boot. Ja. Volgens mij ligt hier helemaal niks meer vettig, hè? Nee. Oké. Okay. Nee. Oké, okay. Dan sta ik kort. Ja, okay. Dan sta ik kort. Oké. Eventjes terug naar de boot. Ik zie nergens... Hey, ik zie al Skeletonie. Hallo. Skeletonie, macaroni, altijd killen. Goed, kist. Alsjeblieft, welkom dit bij is ons nou boot. Zoek jij welkom bij de koers, dan zoek ik nog een boot. Ja, wat ik ga doen, ik ga eens even kijken. Zo, kijk, dit is dus een grote riddle. Of tenminste, deze bestaat uit drie stappen. Je hebt ook riddles die bestaan uit vier. Vier stappen, ja, ik kan dat nooit. Ja, probeer jij eens vier te doen. Met je duim, wijsvinger, middelvinger en ringvinger. Met je ringvinger volledig uitsteken. Ik kan dat nooit. Oh zo. Hier, daar zit ik zo. Wat? Gewoon alleen je pinkjes niet. Nee, alleen je, ja. Dat is not easy. Dan kan dat ik mijn... Dat is hard. Dan kan ik mijn ringvinger niet zo doen. Dude, zo, maar in ieder geval. Je doet toch gewoon je duim je hebt ook van vier stappen. Dat was wat ik wilde zeggen. Alleen, vier stappen? Weer... ja, zo zag het eruit. maar deze, is dus uit, deze bestaat uit drie stappen. Wow. En deze gaan wij dus ook zeker weten doen. Maar dan wel in mijn volgende video. Oh! Wow! Damn, is dat nou niet even spannend? Plots, wow! Cliffhanger!